Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt om de dreigende ontslagen bij het rouwbedrijf van de Rotep te voorkomen. Bij het rouwbedrijf werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Van 220 werknemers dreigt hun tijdelijk contract niet te worden verlengd. Leefbaar Rotterdam, de SP en de PvdA vinden dat deze mensen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen van het Rijk. Het eerste schip dat na het kernongeval in Fukushima vanuit Japan naar Nederland is vertrokken, is vanmorgen aangekomen in de Rotterdamse haven. Het schip en de lading worden uitgebreid gecontroleerd op radioactiviteit. Later worden ook de containers gecontroleerd. Bij een controle in de Britse haven Felixstowe werd dinsdagavond geen besmetting geconstateerd. Bij een grote uitslaande brand in een woning aan de Westersingel in het centrum van Rotterdam is één persoon om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op de zolderverdieping van de woning. De brandweer sloeg groot alarm. Al snel sloegen de vlammen uit het dak van het pand. Een andere bewoner werd op tijd wakker en heeft de woning kunnen verlaten. Vandaag duidelijk minder zon dan gisteren. Er zijn wolkenvelden. Soms kan de zon even tevoorschijn komen. Het blijft wel droog en er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar ongeveer een graad of 12.